Toen ik geboren werd, en dat is heel lang geleden, maar het is dan nog wel deze eeuw geweest, toen vond ik het heel normaal dat toen ze een jaar 4, 5 was en het was de Eerste Wereldoorlog, een einde van, we hadden honger dus, dat ik, als ik s'avonds naar bed ging, dat ik allerlei films voor mijn neus zag en ik begon mij in schitterende landschappen en ik had beesten tot mijn beschikking, hechtjes en konijntjes en ik speelde ermee en er waren bloemen. En er was een stem die me altijd alles uitlegde en die overal met me meeging. En dat vond ik allemaal zo normaal, want ik denk, ja, dat hoort erbij. Je komt hier op de wereld. En ik weet niet hoe ik gekomen was op dat moment. Maar ik was daar. Toen op een gegeven moment, toen ik een jaar of 8, 9 was, en ik zei tegen mijn vriend, joh, wat zie jij, wat zie jij vanavond? Waar ga jij naar kijken? Dat is, waar ga jij naar kijken? Ik zei niks. Sowieso, als je je ogen dicht doet of open doet en het is donker, dan zie je toch die film langs je heen gaan. Het zij van rechts naar links of van links naar rechts of van boven naar beneden. Dat is verschillend. Sommige gaat heel vlug, dan kan ik daar niet bij houden. En soms gaat het gewoon langzaam. Hij zegt, ik zie geen dag, geen barst, het is donker. Ik zeg, dan ben jij zeker niet helemaal normaal. Niet vergeten dat ik het natuurlijk ergens was. Maar goed, ik heb natuurlijk op een heel ontzettende manier veel paranormale gevallen beleefd en les gekregen en in het begin soms gedacht dat het allemaal normaal was. Want uiteindelijk ga je niet afvragen, ben je iets bijzonders als een ander? Ik ben net zo normaal en net zo abnormaal en net zo goed en net zo slecht als de rest. Dat, je vroeg je tijd niet af, maar hoe ouder je wordt en hoe meer lessen je krijgt en hoe meer je de lijnen in de dingen ziet, hoe meer je het gevoel krijgt van ik moet er wat mee gaan doen. Maar al eerst heb ik nog de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, waarin dit zich nog veel sterker voortzette. En ik wist precies wat in de bombardementen waren en waar ze waren en ik moest helpen, ik moest ook iets doen. Dat op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog, hoorde ik dat er een wetenschappelijk genootschap was. En ik was zelf niet wetenschappelijk, want mijn schoolopleiding is zeer, ik begrijp het wel. Ik denk, weet je wat, ik word daar lid van, dat was de SPR, de Society of Psychic Research. Ik heb geen Engels gelezen, maar ik heb dan wel gehoord zeggen hoe ik het uit moet spreken. Dat ik ging daar lid van worden en ik probeerde daar met die professor die daar waren iets te vertellen van, kijk eens meneer, dat en dat beleef ik. Toen keken ze me heel vreemd aan en toen voelde ik me net alsof ik een bakker was die een heel mooi broodje had gebakken en dat broodje liet zien vol trots. En dat die heren dat broodje neerlegde en naar mij vroegen, hoe heet jouw vader? En heb je tante rood haar? En heb je wel eens meer hallucinaties gehad? Met andere woorden, ik spreek nu over ongeveer het jaar 1952, 51, merkte ik dat de wetenschap meer bezig was met de fysische en psychische structuur van de paranormen te kijken, in hoeverre deze mensen normaal of anormaal waren, als dat ze zich eigenlijk bezig hielden met de verschijnselen. Nu is er gelukkig in de laatste 25 jaar een kentering gekomen, zodat ze nu ook wel, en vooral veel mensen in het buitenland, zo ver zijn gekomen, dat ze dus die barrière van die spiritistische hypothese hebben genomen. En eigenlijk op een gegeven moment zeggen, ja luister eens, we kunnen wel een kwantitatieve methode uitzoeken om met kaarten studenten te laten raden naar 5 soorten kaarten, de zogenaamde zenuwkaarten. En dan zeggen, als een bepaalde uitkomst boven het gemiddelde is, dan is dat iets extravagant of iets dergelijks en dan is dat wat. En zo zijn natuurlijk ontzettend veel proeven genomen, maar die verschijnselen die ik beleefde, die zijn eigenlijk niet te vangen in een buisje of herhaalbaar in een laboratorium. En dat is vervelend natuurlijk, want als je iets zou kunnen herhalen, dan zeggen ze, we kunnen hier uit voort een exact wetenschappelijk bewijs uitdistilleren. Maar als dat zo spontaan komt en steeds als het ware op een tijd dat je daar niet op verdacht bent, dan kunnen we er niks meer mee doen. En wat ik ook vertelde, hoe ik het ook vertelde, men ging er niet eens op in en men zei, we willen graag proeven met u nemen en we willen graag u een psychologisch onderzoek houden. Dat heb ik ook weer gedaan in Utrecht en ik heb met al die verschillende toestanden heb ik er meegedaan, maar ik dacht bij mezelf, ja man, wat heeft dat nou met mij te maken? Ik heb verschijnselen en dan wil ik dat antwoord weten. Maar goed, ik wist die antwoorden eigenlijk zelf al.
En toen ik dacht, denk, ja, als jullie nou zo ver zijn, al na 100 jaar, want ik geloof dat in Amerika die SPR ontstaan is in 1850, naar aanleiding van die tafeldans van die zusjes Knox, heb ik gedacht, als jullie nou nog 100 jaar bezig zijn, eer dat je uitgedokterd hebt wat het in werkelijkheid is en of het inderdaad een toestand is van een andere materieveld, van een leven naar de dood, van verschijningen, van iets dergelijks, dan heb ik daar geen tijd voor, want ik weet dat de nood hoog is en we willen het graag nu weten. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik had in die tijd al mijn verhalen, of althans heel veel van die verhalen, opgeschreven en gedateerd. En toen ben ik dat in elkaar gezet, hoewel ik geen schrijver ben, maar er zijn toch hier vier boeken uit ontstaan. Het eerste boek, dat heb ik uitgegeven in 1953. Er was natuurlijk geen ene uitgegeven, er was geen hond die dat dorst uit te geven. Dus ik heb zelf maar geld geleend, ik ben aan de drukker gestapt. Ik zei, joh, druk 2000 van die dingen. En ik ben ze op avonden gaan verkopen en ik ben die dingen ook inderdaad kwijtgeraakt. In 1956 heb ik mijn tweede boek geschreven, Dito Dito. Het was wel vervelend steeds met die boeken slepen, want een erkende uitgever mocht ze toen niet verkopen, omdat ik natuurlijk geen erkende, of een erkende boekhandelaar mocht ze niet verkopen, omdat ik geen erkende uitgever was. Maar er is in 1968 verandering gekomen doordat de meneer Van Bellen, Jacques Van Bellen van Zienswijze, die ontdekte mijn boeken en die haalde me voor de televisie. Daaruit kwam er een grote uitgeverij in Nederland en nu is al de vijfde druk aan de gang. En het eerste boek is deze week uitgekomen in Amerika, in het Engels. Stel je voor, dat komt, wordt heel groot opgezet voor radio, televisie en kranten. Ik geloof dat ik een mooi pensioentje ga krijgen. Een AW is ook niet veel. Maar goed, dus toen ik dat allemaal had gedaan en de wetenschap, ja, die liep een beetje om die boeken heen. En ze dachten dan niet af te kraken. Ze dachten niet te zeggen van, ja, die man, zus of man, zo. En toen op een gegeven moment ook professor van Praag aan mijn kant ging staan. Ook voor de televisie en allerlei andere lui. Toen zei ze, ja, wat die vent heeft geschreven is dan toch nog niet zo heel gek. Hè? Hij is wel gek, maar niet zo helemaal. Alleen hij weet het. Maar goed, ik had natuurlijk ook vragen op een gegeven moment. Want dan zeg je wel, u hebt vragen, maar ik heb ook vragen. Want ze vertellen je niet alles. En je mag op een manier toch niet te veel weten, lijkt mij. Ik vroeg natuurlijk al op een gegeven moment, waar kom ik eigenlijk vandaan? Waar was ik voordat ik werd geboren? Ja, hè, zei ze vroeger op school, je zat in de rode kool of je zat... Maar ik was wel benieuwd daarnaar. En is er natuurlijk grappig in de loop van de jaren. Dan moet je een enorm aantal mensen die met... exact beweren dat ze zich hun vorig leven kunnen herinneren. En ik heb zelf daar ook ervaring mee. Maar er zijn natuurlijk heel veel verhalen dat, zoals ik het misschien ook een vorige keer eens gezegd heb, maar ik moet natuurlijk wel eens terugvallen, omdat ik mijn vorige lezing een globaal beeld gaf. En nu gaan we eigenlijk een soort cursus maken. Niet dat die allemaal helderziend wordt na vier weken. Maar u zult toch wel dan weten hoe je bepaalde toestanden moet verwerken die je krijgt. En ik geloof dat het al heel wat is als je dat weet. Dat je dus zegt van, hé, dat zit zo in elkaar, dat is niet voor mij bestemd, dat is voor die bestemd, dat is zo, dat je dat gaat weten. Natuurlijk heb ik verschillende mensen gehad die zeggen, ja meneer, als ik een prachtige muziek hoor van Chopin, dat heb ik vorige keer ook gezegd, dan heb ik het gevoel dat ik George Sand ben geweest. En ik zeg, ja, dat kan. En ze zeggen, dan zie ik mezelf lopen met die kandelaar. Ik denk, ja, die film heb ik ook gezien. En dan op een gegeven moment, hè, als je natuurlijk zo 5 of 6 spreekt die dat denken, en je vindt een stuk of 7 Leonardo da Vinci's, en een stuk of 8, fijn, noem maar op, dan ga je dus afvragen, ja, dat is het niet, hè. Dat is het niet. Dus ik viel weer terug op eigen ervaring. Ik denk, ja, ik weet wel heel veel mensen die, en ik geloof het ook wel, en misschien hebben ze al gelijk, en misschien is het wel zo, maar soms leek het me wel eens, dat als je in dit leven niet zozeer geslaagd bent, en je was vroeger alleen aan de Vinci, al ben je nu niks, dan was je toch wat. En dat is ook een leuk gevoel. Alleen geen ene stomme hond weet dat je dat was. Maar aan de andere kant had ik het veel leuker gevonden als iemand tegen me zei, ik ben straatveger in Utrecht geweest in mijn vorige leven. Dan zou ik zeggen, ja, dat is aannemelijk, hè? Want je zoekt natuurlijk altijd graag een van de hoge knaap van vroeger, want dat was een prettig gevoel, hè? Dat je dus zegt, nou ja, ik ben nu wel hier geplaatst in die armoedige omgeving, omdat ik natuurlijk een beetje aan mijn educatie moet werken, omdat ik misschien vroeger een beetje te hoog van de toren heb geblazen, maar ik was toch in ieder geval dit. Nu
ben ik weer teruggevallen op eigen ervaringen en zoals altijd, ik ben erg exact en ik heb het goed nagekeken. Ik had eens een keer, of wij hadden een keer, kennis hebben ze nog, en ik was een beetje paranoïde, ik deed dus een beetje aan, ik spreek over 1948. En toen had ik zelfs een bureau thuis, nou dat was dat in die tijd. En toen zei ik zo tegen mijn vriend, joh, ik moet eens zien dat ik een klokje heb op het bureau. Hij zei, nou, zei zijn vrouw, wij hebben nog wel zo'n oud ding, zo'n driekant ding. Hij is wel wat roestig, maar we kunnen misschien oppoetsen. Een fijne zondagmiddag kwamen ze bij ons op bezoek. En ja hoor, Mary, zo heette ze, die had dat klokje bij zich. Ik keek naar dat onmogelijke ding, het was driekant, het was verguld geweest. Het was hier en daar uitgeslagen, maar het was in ieder geval gepoetst en het was gesmeerd, het liep. Op het moment dat ze me dat klokje gaf, kreeg ik plotseling in mijn gevoel een beeld. Ik zag mezelf staan op een binnenplaats in Italië en ik hoorde de naam zeggen, dit is een loggia. Er waren zuilengalerijen in de rondte, in het midden was een tuin en in het midden van die tuin was een soort fontein. En ik zie nog voor me een grote schaal met drie vissen die met de koppen naar beneden en met de staart omhoog weer een andere zuil ophielden. En daar waren bloemen uit. En op die rand van die fontein zat een vrouw en die heette Marida. Die zat met een kleed aan wat één schouder bloot liet. En dat werd samengehouden door twee gouden leeuwenklauwtjes. Ik zie het precies voor mijn geest. En ik kom daar binnen, hoe ik gekleed was, weet ik niet, maar ik geloof dat ik ook een of andere lange tuniek droeg. En ik had een prachtig goud klokje of zonnewijzer bezet met juwelen, had ik in mijn handen en dat kwam ik haar cadeau doen. Maar daarnaast was er een gevoel van, hey vader, dat klopt ergens niet, die vrouw is getrouwd en voilà. Hè. Maar goed, u ziet, ik heb dit dus toen ook gedaan en dat beeld kreeg ik te pakken. Toen zij dat klokje teruggaf. En toen dacht ik op dat moment, denk, zie je, jij hebt de zonde betaald met haar aan dat klokje. Die man was misschien dezelfde man toen. Nu moet je krijg je dat klokje terug, want het is goed gemaakt. En nou is het voor elkaar, nu is het in evenwicht gebracht. Alleen ik keek naar het roestige klokje en ik dacht bij mezelf, ja, maar het is toch niet dat mooie ding met die juwelen die ik gegeven heb. Kijk, zo'n oud tuin terug. Dat wil zeggen, als men dus zelf door een handeling of door een gezegde, kan men plotseling een herinnering krijgen van iets van, dat heb ik meer beleefd, dat heb ik meer meegemaakt. En dan zullen de meeste mensen dit krijgen als een gevoelstoestand, dus alleen maar als een gedachte. Maar ik heb de mogelijkheid dat ik dat ook erbij krijg als beeld. Met andere woorden, ik herbeleef de situatie van toen. Het is alsof er een wereldgeheugen is die alles wat er gebeurt in een computer opneemt. En als je de key hebt, de sleutel hebt die je op een gegeven moment in je handen krijgt, of die gezegd wordt op een bepaald moment, of een handeling verricht, dan is het net alsof je in die bibliotheek van het wereldgeheugen, dat daar een hokje open gaat, en dan krijg je dat beeld te zien wat daarmee te maken heeft. En dan kan je op dat moment, kan je zeggen van nu begrijp ik waarom dat toen zo was, en waarom dat nu zo was. Maar dat is heel erg persoonlijk, en dat kan je als het ware heel moeilijk aan een ander overbrengen, hoe je dat beleeft innerlijk, want die belevenis is zo onvoorstelbaar duidelijk en zo onvoorstelbaar eigen ik, dat je kan er nooit aan ontkomen. Nu was het wel eens meer dat je s'nachts natuurlijk je lichaam uit kan. We komen daar over een paar weken op terug op uittredingen, maar we moeten natuurlijk een beetje de dingen in een volgorde maken, dat ik zeg, ja, nou is dat klokje is wel leuk, maar het is geen bewijs voor een ander. Voor jezelf wel, maar voor een ander niet. Dan was ik een keer op een nacht uitgetreden en ik was als priester, liep ik ergens in een gebouw en ik veronderstel wat Egypte was. Maar ik was niet boven de grond, ik liep onder de grond en we deden allemaal heel erg geheimzinnig. Want er was ergens een gevaar. Ik meende dat we een verboden godsdienst nagingen. Het had iets met Atos of Atom te maken. Atom en het licht. Het had ook met een kruis te maken. Maar ik geloof dat we verboden waren.
En op een gegeven moment, dan draai ik me om en ik ben bang dat ik iets hoor. Het was daar erg donker en ik loop met mijn oog er even die pilaren aan. Na een tijdje dat ik daar geweest ben, of wat ik daar gedaan weet ik niet meer, kom ik in mijn bed terug. Ik word wakker met pijn in mijn oog, ik sta op, ga naar de spiegel kijken en ik had een bloeddoorlopen oog. Nou zeg je natuurlijk tegen jezelf, ik denk ja, exact lekker joh. Je bent met je dubbel ben je uitgetreden, je dubbel is kwetsbaar, daar kom ik later weer op terug. Je bent naar de pilaar gelopen en je wordt wakker en dan zie je dat dat kwetsuur van je dubbel zich eventjes afdrukt op je stoffelijk lichaam. Want na een paar uur was het weggetrokken. Maar het zou ook anders kunnen. Je zou in de nacht zou er een adertje van je oog gesprongen kunnen zijn. En dat gevoel gaat naar je hersens, wordt geregistreerd, maar je slaapt. Ik heb daaruit voort een herinnering, wat je vroeger ook een keer meegemaakt hebt, dat je daar ter pilaar gelopen bent. Maar, zei ik bij mezelf, die herinnering heb ik niet nu in dit leven. En waar zit dan dat bewustzijn van mij, wat iets weet van eventuele vorige levens? Zoals die man die droomt dat hij een aristocraat is in Frankrijk, in Parijs. Hij wordt op een gegeven moment op de wagen geladen, moet naar de guillotine. Hij komt op de plaats, ik meen de plaats van La Concorde. Hij gaat het schavot op, hij legt zijn hoofd onder de valbijl. En op het moment dat de bijl in zijn nek valt, wordt hij wakker. Want er is een boek boven zijn bed, die op het kastje stond, naar beneden getrild en in zijn nek gevallen. Dan zeggen wij, ja, die man die heeft dus in die nacht tijdens het slaap, heeft het boek in zijn nek gehad en dat geeft een associatie. Uit zijn herinnering. Maar die herinnering wat hij nu beleefd heeft in die droom, in het korte stukje, dat heeft hij niet in dit leven beleefd. Dus die herinnering moet dan als het ware komen uit een andere vorm, uit een ander deel van zijn bewustzijn, die normaal niet bereikbaar is. Anders zouden we al die vorige levens weten. Maar is dat een bewijs voor reïncarnatie? Die man kan een boek gelezen hebben waarin hij gelezen heeft over die toestanden van 1789 met Robespierre en Danton met die Franse Revolutie. Dat kan hem zo als het ware geëmotioneerd hebben dat hij het idee heeft van stel als je zo'n pijl in je nek krijgt en als je dan s'nachts die boek uit zijn nek krijgt, kan hij dat misschien gedroomd hebben naar aanleiding van het boek wat hij gelezen heeft. Kan allemaal. Ook dit is weer heel persoonlijk. Dat was natuurlijk iets dat je zegt van ik wou er maar eens iets beleven. Waardoor je als het ware een exacte houvast had wat verifiabel was of verifieerbaar was in de buitenwereld. Hè. Dat klokje is eenzijdig. Hè. Ik krijg dat klokje en ik krijg het andere beeld, maar ik zie het andere klokje niet, weet ik niet. Dat boek in zijn nek is wel leuk, maar hij ziet die valbel niet. Maar ik wil die twee dingen tegelijk zien. Ja. Nee, hoe kan dat nou? Op een dag zit mevrouw en ik in de kamer en er verschijnt een intelligentie. Een vrouw, prachtig gekleed. Stof, een jurk van atlasstof, pijpenkrullen, waar ik vroeger als kind zijn daar heel gek op was. Een vrouw met zachte pijpenkrullen, dat was voor mij het einde. Dat was ik 7, 8 jaar, kan je je voorstellen. En die vrouw was hevig geëmotioneerd. En die zei tegen mevrouw, ik ben zijn moeder. In 1560 woonden we in Noord-Italië. Hij was toen 20 jaar. Ik had veel dochters, maar één zoon, dat was hij. En mijn man was overleden. En we kennen een heel verhaal over mijn leven toen, wat ik deed en wat ik niet deed. En ook dat ik in 1568 ben gestorven op 28 jaar leeftijd. Ze zei ook, dit was me beloofd dat ik hem terug mocht zien. Ik heb hier 400 jaar, nee, er is me beloofd dat ik hem terug mocht zien. Mijn vrouw merkte op dat die vrouw een bijzonder indringend parfum bij zich had. Kun je je voorstellen, een geest die een indringend parfum bij zich had. Die zo specifiek was dat ze dat zelf niet thuis kon brengen. Fijn, de verschijning is voorbij. Het heeft ongeveer een half uur geduurd. We hebben het hele verhaal opgeschreven. Alleen ik heb het niet zo weer gepubliceerd, want het is natuurlijk een beetje vervelend als je een verhaal van jezelf gaan vertellen en voorleven die weer op dat andere vlak ligt in plaats van een straatveren. Dus je begrijpt wat ik bedoel. En nou ja, goed, we maakten zoveel mee en we hadden zoveel paparazzen liggen dat vergaat er weer. Maar jaren later hebben we het geluk dat we een keer met vakantie kunnen gaan naar Lugano.
En we zitten daar en toen zei je tegen elkaar, weet je wat, we gaan een dag heen en weer naar Milaan om die dom te zien, want die dom wat we graag zien. En wij zijn in de trein gestapt en we gingen dus naar Milaan en daar hebben we die dom bekeken. We zijn ook naar dat beroemde kerkhof geweest. Ik heb nog stiekem foto's genomen, wat niet mocht natuurlijk, maar dat deed ik wel. En tot de terugweg, we zaten alleen in de coupé. En op een gegeven moment waren we ergens en toen zei ik ineens, hé, jij je parfumfles laten vallen? Ze zei, ik heb geen parfum bij me. Ik zei, moet je godzijds naar huis gedoken. De hele wagon of de hele coupé was vergeten van, of vergeten, was omgeven van een enorme zalige parfumgeur. Toen zegt mevrouw ineens, ach, ze zei, ik herken dat. Dat is van jouw moeder van 1560. Maar op dat moment rijden wij tussen Como en Chiasso, wij zaten in Noord-Italië. Toen kregen wij de indruk, en dat was ook in coupé voelbaar, dat die moeder was bij ons, die zei, hier heb je gewoond. Dat was jaren later. Zodat ik hierdoor dus aan twee kanten een bewijs, een persoonlijke toestand kreeg, dat we dus als het ware op dat moment door mijn geboorteland reden, of waar ik gewoond had. Goed, nou maak je dat natuurlijk bijna mee, want uiteindelijk zeg ik altijd, je krijgt aan één kant te zien en nu had ik dan twee kanten. En toen wij dus gingen terugdenken van, ja, die geur inderdaad, kon mijn vrouw met de hand op haar hart zeggen, dat was precies dezelfde geur. En toen ze het gezegd had, het was ook weg ook ineens, radicaal, was ineens weg. Dat was wel heel grappig. Ja, dan wil ik dat eigenlijk zeggen, er zijn natuurlijk ook heel veel boeken verschenen en vooral de laatste tijd van, ik meen dat er in Amerika een professor is die 200 gevallen van reïncarnatie heeft onderzocht, waarvan de 20 heeft apart gehouden en daar een boek van heeft geschreven, vooral in India, het kind dat in een andere dorp woonde, wat de namen wisten, fijn, ontstellende bewijskrachten, exacte bewijskrachten van mensen die inderdaad zich exact herinnerden wie ze waren, waar ze woonden. Ze konden de namen van de familieleden, ze zijn er naartoe geweest, ze zijn het allemaal onderzocht. Dat blijkt dus inderdaad waar te zijn. Dat we moeten dus op een gegeven moment aannemen dat de mogelijkheid van reïncarnatie aanwezig is. De mogelijkheid dat we dus langer leven als alleen op dit leventje. Dat we dus vroeger ergens anders geleefd hebben, dat dat 100% exact aanwezig is. En wat ik dit opmerken, mijn moeder had dus mij in 400 jaar niet gezien. We weten natuurlijk niet hoe de tijd in de ruimte verloopt. Of dat snel gaat of niet snel gaat. Als we wel eens de kromme lijn theorie van Einstein moeten aanvaarden, dan zegt hij, je kan zo hard gaan dat je als het ware 300 jaar eerder terugkomt op de aarde als die er is. In ieder geval een tijdsbegrip is in de ruimte onvoorstelbaar moeilijk. En misschien wat voor ons 400 jaar is, is daar misschien een paar seconden, een paar dagen. Ik heb wel eens aan een of andere intelligentie gevraagd, ja, maar hoe kunnen wij dat nou met onze hersens bevatten? Hij zegt, nou kijk, als je nou een klok neemt met een hele lange slinger eraan. Hij zegt, en je zal die slinger, die zal een halve meter van onderen heen en weer moeten gaan om 1 seconde aan te geven. Dan kan je dat uitmeten, dat waar die slinger heen gaat, dat is een halve meter. Hij zegt, maar bovenop waar die slinger zit, dat is maar een millimeter. Hij zegt, halverwege is het een kwart meter. En hoe hoger je gaat, hoe korter de afstand. Hij zegt, zo moet je ongeveer de tijd bekijken. Jullie zitten in de tijd, wat lang duurt, omdat het een kilometer afstand is. Het is een weg, een lengtemaat. En bij ons gebeurt het direct, het is zo'n stukje. Maar het is ook heel moeilijk om dat natuurlijk na te gaan. Ik heb me dus afgevraagd, waar was ik in die tijd? En nou is het grappig, ik heb nog nooit in een boek of van een mens een verhaal gehoord waar ze in de tussentijd waren tussen twee levens in. Ik heb duizenden verhalen gehoord wie ze waren vroeger, maar nog nooit waar ze waren ertussenin. Ik heb geen één boek kunnen vinden van iemand die me vertelde toen ik gestorven was. Toen ben ik daar terecht gekomen en dan ben ik daar 200 jaar daar geweest en 200 jaar daar en dan moest ik weer terug. Nooit gehoord. Heel vreemd. Want je vraagt je af, als je dan toch 400 jaar geleden in 1568 gestorven bent en het is nu 1977,
dan moet je toch van die 400 jaar een of andere herinnering hebben. Maar dat heb ik niet, dat heeft niemand. En ik geloof ook niet dat dat te bereiken is. Maar dan, het bestaat wel, die herinnering. Het geheugen bestaat wel. Maar waar dat is, ik zou het niet weten. Ik hoop dat u me daar eens een antwoord kan geven, maar ik ben bang dat je het ook niet weet. Goed. Met uittredingen is het natuurlijk heel vreemd. Dan kom je in diverse gebieden, in sferen. Er zijn sferen bij die onvoorstelbaar mooi zijn, waar een liefde heerst, waar een geluk heerst, waar een, ja, een activiteit heerst, dat als u dat zou ondergaan, dan zou je zeggen, nou ja, ik zou hier niet eens meer naar de aarde terug willen. Dat is fenomenaal. Maar er zijn ook gebieden waar het onvoorstelbaar slecht is, waar het nog erger is als hier, waar eindeloze gevechten zijn. Je gaat daar toch niet dood, dus je kan geen doodskans om dood te gaan. Dat is nog makkelijk. Waar eindeloze haattoestanden, seksentoestanden zijn. Onvoorstelbaar. En daartussenin, tussen de twee uitersten, liggen allerlei soorten sferen. De sfeer die het eerste meestal komt na het aardse leven, is de wenssfeer. Een rustige omgeving. Het is iets mooier als het aardse leven. Je hoeft niet te eten, niet te drinken, je hoeft niet bang te zijn voor een deurwaarder, want er komt geen hond. Je bent helemaal vrij. Volkomen vrij. Je hoeft niets te doen, niemand vraagt of verlangt iets van je. En wat je denkt, gebeurt. Heb je altijd graag koningin willen zijn? Nou, kinderen, ben je dat daar? Heb je onderdanen om je heen? Je hebt daar een landgoed, je hebt van alles. Maar als je dat 100 of 200 jaar gedaan hebt, dan zeg je op een gegeven moment, ja, dus, nou ja, komen ze naar je toe. Als je niet meer wil, dan moet je wel wat anders plezieren. Maar wil je hoger komen, moet je al deze wensgedachten loslaten. Met andere woorden, de wenssferen zijn sferen waarin een mens als het ware eerst even gelegenheid krijgt om ze gewone aardse wensen tot vervulling te krijgen en te zien van, nou ja, is ook niks. Er zijn veel mensen die zeggen van, ik zou graag een huis met een tuintje willen hebben, willen we allemaal, hè, met zo'n oprijlandje, met zo'n hekje, met zo'n theehoek eroverheen, gezellig, hè. En als je dat nou 3 jaar gehad hebt, dan heb je het gezien. Maar als je het nooit gehad hebt, dan verlang je het steeds. Nou, kinderen krijgen dat daar, hè. En hoe lang je dat zelf hebt, moet je zelf weten. Dan zijn er veel gedachtensferen. Dat wil zeggen, wat je denkt gebeurt. En ik ben altijd nog blij, en ik ben wel eens verwonderd, dat het hier niet gebeurt. Want wat je denkt, gebeurt. Stel voor dat hier op aarde was, en er liep een vrouw in Amsterdam in een prachtige bomtjas, en er loopt een meisje achter die zegt, Jezus, wat ik dat ding aan mensen heb. Maar dat zou ze niet lang vasthouden, want dan anders zeggen, oh, ik wou dit. Stel je voor dat hoe erg dat is, als het ware, dat je allemaal dus de wensen gebeurt. Nu blijkt het dat je in die sfeer, daar zit je, ik ben dus ook uit een sfeer, komen jullie allemaal, maar dan kom je niet hoger in de ruimte. Het is alsof je bij gelijkgestemde zielen bent en dat je niks kan leren van een ander, want iedereen denkt hetzelfde, iedereen wil hetzelfde, iedereen die als het ware is even egoïst of hoe dan ook, en je kent elkaars gedachten, je ziet elkaars gedachten, je hoort wat men denkt, je weet wat ze willen, dus feitelijk is het niet helemaal prettig in sommige sferen te leven. Ik trad dus uit en ik kwam in een sfeer die was betrekkelijk duister en dan liep ik langs een water en toen zag ik een Pools officier lopen, vergeet het nooit, Pools op uniform aan. Hoe ik wist dat het Pools was, weet ik niet, maar ik wist het. Ik kwam naar hem toe, hij bleef stop, zei staan, ik zeg, meneer, ik kom de boodschap brengen, u moet weer naar de aarde, u moet weer geboren worden. Oh, zegt hij, waar deze keer? Ik zei, deze keer in Duitsland. Oh, moet ik dan deze keer tegen de Polen vechten? Dat vond ik een heel grappig iets, toen ik dan ook terugkwam en dat er over na ging denken, denk ik, wacht eventjes, die man die loopt daar, het is een hoog gebied, maar ook niet laag, maar niet gezellig. Die man weet dus dat hij daar is. Hij weet dat hij in Polen gewoond heeft, dat hij vroeger oorlog heeft gevoerd tegen de Duitsers. Hij weet nu van mij dat hij naar Duitsland terug moet, dat hij daar geboren wordt. Hij weet dus dat hij dus nu tegen zijn landgenoten moet vechten. Met andere woorden, als dat zo is, en dat zijn zuivere gevoelens die ik, en gevallen die ik zelf leefde, maar je komt het vaak tegen. Maar als het zo is, dan is dit iedere heraldiek probeersel om te weten wie je voorvader is, is dit kwats. Het is wel leuk om te weten of je een wapen hebt, maar wie zegt mij dat je in een vorige leven niet in een heel andere familie terecht bent gekomen of in een volgende leven weer iets anders. En
Nou neem ik aan dat die man natuurlijk geboren is, maar denk je, ja, maar hoe kan dat? Als je daar als Poolse officier rondloopt met een uniform aan, voor hem kan een gedachtebeeld zijn van zichzelf, hij heeft zich altijd zo gezien, dus dat bouwt hij op. Maar hoe kan hij dan maar plotseling daar ergens bij een vrouw in de buik kruipen? Ja, laten we het heel logisch zeggen. Dus ook dat ging ik vragen. Zeg, jongens, hoe kan dat? Dat is toch niet mogelijk? Hij zei, nee, dat gaat ook niet direct. Hij zei, eerst wordt het bewustzijn, de herinneringen van een voorleven, wordt weggehaald. Ik zei, oh, hoe doen jullie dat? Dat kan je niet uitleggen. Maar dat schijnt bijna meer bewaard te worden. Goed. Dan wordt zo'n ziel, zo'n geest, wordt in een kindersfeer gebracht. Zo is dat. Nou, het worden kinderen van 4 of 5 jaar. Die mogen daar spelen, die zijn verpleegsters die kinderen verzorgen. En dan moeten ze zich aanpassen aan die toestand. Ook aan de bewustzijnstoestand van die leeftijd. Heb ik gezien, mocht er naartoe. Ik heb daar een stelletje kinderen, leuk zien spelen, prachtige leuke sfeer. Jonge vrouwen erbij. Dat ik zei, nou ja, als je dat allemaal vertelt op aarde, dat gelooft geen hond. Als je dat allemaal vertelt. En op een gegeven moment, toen, was er een vrouw zwanger op aarde. En die kwam met een uittreding, en ik wil niet zeggen dat het bij iedere vrouw zo gaat, maar het zal wel, alleen niet bewust, die kwam met een uittreding in die kindersfeer en die mocht kiezen. En die pakte de eerste beste kleur die ze had lopen voor 4 jaar en zei, die wil ik hebben. En toen kwam ze wakker, toen werd ze wakker, toen zei ze tegen degene die bij haar lag, ik heb een kind uitgezocht en die is nu vanaf heden verbonden met een lint met mijn zonnevlecht. Het is van de maag tot de maag. Dat kind blijft daar en pas als dat kind bij mij 3 of 4 maanden is, dat het dus volgroeid is, onthoud wat ik nu zeg, dat het dus volgroeid is, dan pas komt die geest erin, eerder niet. Want eerder kan hij dat embryo wat daar groeit, kan hij niet gebruiken. En inderdaad, na 3, 4 maanden voelen ze op een gegeven moment vanmiddag, voelen ze beweging. Ze zijn nauwelijks niet binnengekomen. En leek aan de hand bij de geboorte een jongen te zijn. Met andere woorden, en dan begin ik dus eigenlijk met mijn cursus van het begin. We komen ergens vandaan. We hebben vorige levens gehad. Er zijn mensen die kunnen zich bepaalde stukjes van die levens herinneren. Maar meestal zijn het flarden. Ik kan mezelf een stuk herinneren van. Nee, Italië kon ik me niet herinneren eigenlijk. Dat is mij verteld. Maar wel iets in Tibet, dat weet ik. En iets in China weet ik ook. Heel vaag in Egypte. En ergens nog vager in Atlantis. Maar dat is zo ver weg, dat weet ik niet precies. Maar om te zeggen van, weet je dat exact? Ja, ik heb wel eens beelden ervan gehad. En ik heb mezelf daar zien lopen. Maar die flitsen waren zo kort. Dat ik geen tijd had om natuurlijk veel beter waarnemingen te verrichten. En als het ware dat allemaal precies te controleren. Ik kon niet in die tijd even naar de burgerstand lopen om te vragen, ben ik hier ingeschreven in China? Terwijl je ook geen Chinees spreekt, maar je zou het moeten doen natuurlijk. Maar in ieder geval kan ik dus zeggen, we zijn ergens vandaan gekomen, van vorige levens, wat de oorsprong is, sorry, ik weet het ook niet. We kunnen, en er zijn veel mensen ter wereld, gezien de literatuur die hier ook bekend is, we kunnen ons soms stukken van vorige levens herinneren. De tussenin toestanden tussen twee levens weten we niets van, helemaal niets. Krijgen ook geen herinneringen aan, ook niet zomaar van ik heb het meer beleefd, krijgen we niet aan. We leven in diverse sferen waar iedere sfeer een gelijkheid van ontwikkeling van evolutie is. We worden op een gegeven moment naar een kindersfeer gebracht waar we ook een bewustzijnstoestand aannemen van een kind. Zodra de moeder dat kind wil hebben en door laat gaan en het lichaampje is volmaakt na 4 maanden, krijg je verbinding met het lichaam, mag je erin kruipen als het ware, kan je het vanaf dat moment bewegen en dan op een gegeven moment word je te water gelaten en dan ben je hier in op de aarde. Anders kan je hier niet komen. Goed. Een heel verhaal al, hè? Ja. Nou, heb ik me wel eens afgevraagd. Ja, ik vraag me ook 1000 dingen af, misschien wel meer als u. Van wat moeten wij hier doen? Hè? Zo lol is het niet altijd hier, hè? Het is wel eens leuk natuurlijk, maar niet altijd. Toen zeiden ze, ja, kijk, als je nou in die sfeer blijft,
Dan duurt het veel en veel te lang eer dat je tot je bewustzijn komt dat je verder moet. Omdat je geen verschil ziet. Ieder mens denkt op dezelfde manier. Ieder mens doet en denkt en ondergaat alles hetzelfde. Dus je ziet geen verschillen. Dus vind je dan gek? Een laag gebied kan nooit hoger kijken. Dus je ziet niet een sfeer die boven je is. Terwijl een hoog gebied kan wel laag zien, maar die zijn dan weer onzichtbaar. Met andere woorden, al die sferen bestaan uit een ander materieveld. Zoals de aarde ook uit een materieveld bestaat, van uranium tot waterstof. Zo bestaan al die sferen ook uit verschillende materievelden, waardoor ze voor elkaar onzichtbaar is en ook geen hinder hebben van elkaar. Hij zegt, vind je dan gek als je nou de mensen wil laten evolueren? Dat je ze allemaal ergens op een ontzettend grof stoffelijk planeet zendt, met allemaal dezelfde lichamen, waardoor ze als het ware voor elkaar zichtbaar zijn. Alleen het verschil man en vrouw, maar je kan niet in die persoon zien of die uit sfeer 1 of uit sfeer 7 komt. Laten we voor de aardigheid die numerologie, namelijk die nummers als het ware aanhouden, zeggen we 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dus zeggen ze, hier kom je dus als je zelf tot sfeer 2 behoort en je wordt hier geboren, dan lopen hier ook hier mensen rond van sfeer 7. Die doen geen dingen meer die jij nog wat doet. En jij doet al geen dingen meer die sfeer 1 doet. Dus je kan als het ware verschil zien aan de mensen die hier lopen. En nou is het zo grappig, als je een hele goede paar mos bent, maar die zijn met een kaartje, met die zijn heel dun gezaaid. Ik zie het ook niet altijd, dan zou je aan de attributen van een mens, stel voor dat ieder mens een aantal kaarsen om zich heen heeft, die aantoont uit welke sfeer die komt. Dan zou ik dus kunnen zeggen, die komt uit de eerste sfeer, die uit de derde, die uit de vijfde, de zevende. Maar, het is natuurlijk grappig, als ik zelf maar tot de derde behoort, dan kan ik die zevende ook niet zien. Dus dan ga ik nooit verder als drie, en dan kan het zelf zijn dat mensen die tot de zesde behoren mij als het ware irriteren. Dat ik denk, hey, er is iets met die vent of met die vrouw, maar een beetje een heimisch. En andersom hebben die hoog wat heel moeilijk met die troep die hier om hen heen is. Want ze zien dat er dingen gebeuren die ze zelf niet zouden doen. En nou is het net of in mijn gevoel dat ik zeg, hey, het grappige is zo, dat je kan dus, als je zelf nog niet hoog genoeg bent, kan je je optrekken geestelijk aan degene die wel hoger zijn, mits je het niet kwaad maakt en mits je niet een soort binnenwaardigheidsgevoel krijgt of een vernietigingsdrang, want laag wil altijd hoog kapot maken, want het is buiten hun lijn van denken als het ware. Maar als je nou een beetje verder komt, je komt in sfeer 3 terecht en je ziet daar 4 of 5 staan, je denkt, hey, dat is toch niet gek wat die lui doen, hè? Dat is toch wel veel aardiger, ik zal daar ook mee stoppen met het andere. Dan kan je dus zeggen eigenlijk dat één aards leven heeft een doel om de gelijkwaardige sferen die apart in de ruimte eigenlijk stilstaan, bij elkaar te brengen in één stoffelijke toestand, allemaal hetzelfde lichaam, waardoor als het ware men van elkaar kan leren en men elkaar kan optrekken. Dat is eigenlijk het doel onder andere. Er zijn er meer doelen, maar er zijn ook meer avonden nog. Goed. Nou, vragen ze natuurlijk wel eens aan, maar ja, heb je nou een andere keuze? Hè? Dat je zegt van, als ik in zo'n kindersfeer ben, dan gooi ik mijn lint uit zoals een werphengel. En dan pak ik een moeder die me wel leidt. Hè? Maar ik ben zo bang dat als we een andere keuze zouden hebben, dan zouden we allemaal de koningin vragen of een of andere hoge knaap, hè, om zo goed mogelijk terecht te komen. Want je merkt wel, we komen allemaal niet voordelig uit zoals we allemaal graag zouden willen. Hè. Maar zijn wij hier in Nederland, zijn we nog niet zo hot aan toe. Ja, maar er zijn landen waar het niet zo gezellig is, of waar het veel moeilijker is als hier. En als je natuurlijk op die aarde komt, dan is de vraag, dan zeggen ze, ja, dat is je vaderland of je moederland. Maar soms is er geen barst bij van je vader. Met andere woorden, je vader bezit ook niks. Die heeft ook geen cent, die heeft ook geen stukje land. Dan merk je dat in dat land eigenlijk alles al weggegeven is. Alles is al van iemand. Hè? En in die sferen kan je alles krijgen wat je wil, want je denkt het, maar je hebt het. Dat is ook grappig eigenlijk, dat je dus helemaal geen rem hebt in die sferen, want wat je denkt gebeurt. En hier wat je denkt gebeurt niet. Je moet eerst iets doen.
En je hebt tijd om te denken. En dat is ook erg geniaal uitgedacht. Hè? Dat je dus hier niet denkt van, ik vind het al rot, met zo'n ruim zorg geven. Maar het gebeurt niet meer. Je moet een handeling verrichten. Maar in de sfeer gebeurt het wel. En die remming die je hier krijgt, dat geeft uit de educatie. Want op de deur zeg je, ach, dit is eigenlijk ook een stuk, waarom zou ik hem een klap geven? Hij heeft het ook moeilijk. En je krijgt zelfs een soort liedergevoel, een soort medelijdengevoel voor die anderen, mededogen. En je denkt, ach ja, we zijn eigenlijk allemaal stumpers, we zitten allemaal hetzelfde schuitje. Waarom zou je nou eigenlijk die en die en daar? Kijk eerst naar jezelf, hè? Probeer zelf wel op de bek te worden. En dat is eigenlijk het geniale van deze planeet. Dat je als het ware eerst moet denken en dan moet iets doen voordat je gedachten vorm nemen. En nou vind ik het wel eens leuk, ik kijk wel eens graag naar kleine kinderen, naar baby's of een beetje ouder, een jong. Ik had er vanavond nog een bij onze bezoek even en dat is een hartstikke leuk jong. Dus pas een paar maanden, maar als je ziet hoe, wij noemen dat een tapijtenvreter, weet je wel, ze kunnen er zin niet krijgen. En dan worden ze zo kwaad, dan lopen ze rood aan, want in die ruimte gebeurt het wat ze denken. Hè? Maar hier niet, hier moeten ze wat doen. En ze kunnen de handen niet bewegen zoals ze zelf willen, want hij was nog wel te klein. Dus met andere woorden, hij moet nog alles leren om te remmen, om niet te krijgen, om wel te krijgen. En dat geeft voor zo'n kind een enorme, ja, ik zou zeggen, frustratie al. Wat je wordt afgeremd. Daarvoor ben ik het soms met sommige psychiaters helemaal niet eens. Van geef ze de vrijheid, ben je gek. We zijn hier gekomen om juist te remmen. Om je verkeerde neigingen eruit te branden. En eens een keer een normaal mens te worden. En dan moet je zeggen, wel ja, maar als je dat zal, want veel remt, dan krijg je frustraties. Dan zeg ik, nou ja, dan moet je dat maar beredeneren met jezelf. En zeggen, ja, waarom doe ik dat? Waarom moet ik dat doen? Omdat als iedereen het zou gaan doen wat ik doe, dan krijg je nog grotere bende. Goed. Dus het geboortevoordeel, dat zie ik niet. Ik heb zo'n gevoel zelf dat we daar gebracht worden, bij die ouders, en dat is niet alleen een gevoel, dat is voor mij een soort een zuiver weten, dat we bij die ouders komen waar voor ons de beste voorwaarden zijn geschapen om onze evolutie te beginnen. En moet dat rot gebeuren in het begin, ja, dan heb je dat verdiend, dan moet je dat meemaken. Daar zei ik wel eens, en ik maak natuurlijk ook wel eens wat consults of ik krijg wel telefoontjes. Ja meneer, ik ben nu 28 hè, en ik heb een rotjeugd gehad en mijn vader en mijn moeder en toen en die zei mevrouw, laat maar eens even uw mond houden, je bent 28, ik heb nu met je te maken en dat verleden dat zit maar in barst. Ja, maar de schuld, ik zeg niks, geen schuld. Ik zeg nu. Ze hebben een baan? Nee. Ik zeg waarom niet? Ja, ik kan niet, ik heb, ze zegt donder, fijn, ik ben in die dingen wel eens hard, sorry dat ik het zeg, ben wel eens hard en zeg nee. Dat geklets, als ik vertel wat ik vanaf mijn jeugd van 1912 heb meegemaakt met twee wereldoorlogen, crisistijd, en zeg nou, ik snap nooit dat die vent hier nog kan staan achter die tafel. Dus dat heb ik altijd ergens gezegd, nee, verleden geen schuld, geen vader, moeder, je hebt gekregen wat je kregen wil, wat je krijgen moest, begin nu met jezelf en vanaf nu, zo oud zijn we en nu gaan we kijken wat kunnen we doen. En of je nou wel of niet gestudeerd hebt, ik heb ook gestudeerd, nou en, dat doet later, we hebben de tijd. Goed, dus met andere woorden, je kan geen geboortevoordeel hebben, maar er zit toch wel een voordeel in en dat is in een bepaalde groep die al wat verder zijn. Kijk, dan zeg je van, er is een intellectuele groep en er is een arbeidersgroep. Wat zegt er nou meneer, bent je geen sociaal verbloed mens? Ja, maar ik weet toch dat door de genen en door de chromosomen en door de erfelijkheidsleer zijn er toch bepaalde groepen die wat hersenvolume aangaan, verder zijn als een ander deel van de bevolking, waardoor je dus zegt van ja, er zitten op de universiteit meer kinderen van gegoede ouders. In plaats van arbeiders zeg ik ja, dat is ook logisch, want deze jongens hebben soms meer hersenvolume. Er is nou helemaal niks om te doen. Wil dat zeggen dat dan die andere mensen dat niet hebben? Dan zeg ik nee, die hebben het ook, maar die zijn door de eeuwen heen minder getraind. Geef mij twee generaties. En alle arbeiders worden ook professor, maar niet direct. Het gaat een langzaam groeiend proces. Zoals wij vroeger korte beentjes hielden, de rachitis uit de Eerste Wereldoorlog. Zo zijn ze nu allemaal langer geworden door, als het ware, de voeding. En zo gaat het met de hersenen ook. Het gaat steeds omhoog, gaat steeds verder. En soms vind ik wel eens, als je denkt van het herenvolk, ja, langzamerhand wordt het Nederlandse volk het herenvolk. Wij hebben buitenlanders als arbeiders, dat heeft Hitler altijd verteld. Wij zijn de edelgermanen. Ik bedoel hiermee niet iets senerend of iets negatiefs, maar ik bedoel hiermee, er zit ook in de lichamelijke toestanden een evolutie.
We worden wijzer, we worden knapper, we gaan verder, we groeien als het ware uit. Maar het gaat niet gelijkmatig. Er zitten bepaalde verschillen en bepaalde toestanden tussen. En ik zeg nogmaals, als je als het ware geld hebt en je kan iedere week naar een concert en je hoort een 9 symfonie van Beethoven of wat voor piano je zet dan ook, dan kan je rustig naar luisteren. En als je voor de oorlog een wijkvrouw die 6 kinderen hebt en een man die drinkt en die vrouw heeft iedere dag een werkhuis, als die s'avonds naar een concert zou sturen, dan heeft het mens daar geen gevoel voor, want ze is dood moe en ze is er niet naartoe gegroeid. Ik wil me hiermee zeggen dat ook de sociale factor heeft natuurlijk een bepaalde invloed en ook het economische factor vooral, hoe je als het ware je kansen ontwikkelt. Maar dat is volgens mij allemaal ingecalculeerd, want het grappige is natuurlijk, dit leven heb je dit en volgend leven heb je wat anders. Dus we ruilen dikwijls. Dus je kan nooit zeggen van, nou, die vent heeft het zo goed, die heeft geweldige Mercedes en ik moet hier op mijn fiets rijden. Zeg ik, nou man, kan je uitschrijven volgend jaar, volgend jaar bij een fiets, heb jij Mercedes? Goed. En ook natuurlijk heeft dat hersenvolume of dat geboortevoordeel heeft niets te maken met de hoogte van de geest. Want er worden natuurlijk net zoveel geesten uit de vierde sfeer geboren in het aardse milieu als in andere milieus, of hoe dan ook, en ook andersom. En dan wil ik niet zeggen van ja, hoe hoger, hoe slechter, hoe groter de geest, hoe groter de beest. Dat is natuurlijk ook wel erg wel waar, maar het ligt op een ander vlak. Ik wil dan zeggen, de hoogte niveaus van de verschillende geesten, degenen die dus van een bepaalde sfeer afkomen, dat is helemaal verspreid, dat ligt gewoon door elkaar. Dan vraag je je wel eens af, hoe kan je nou zien aan iemand of het nou een hoge geest is, of een hogere geest, of een goede geest, of iemand die een beetje fatsoenlijk is. Hè? Dan zeggen we dat ja, een mens heeft een sfeer om zich heen. Hè? Je kan wel eens ergens op bezoek komen en er is één grote puinhoop in die kamer, maar dan zeg je toch, ja, hier is gezellig. Het is net of die sfeer prettig aandoet van, ja, hier ben ik thuis. Of je kan ergens komen en daar is desnoods alles zo fijn en schitterend geregeld, alles glimt tegen je mond en dan voel je een muur tegen je aan, denk je, oh nee, hier moet ik gauw weg. Dat wil dus zeggen, ieder mens heeft een bepaald niveau om zich heen, een soort hoogte. Dan kan je dus zeggen, kan je dat zien aan de mensen? Als we onze gezichten bekijken, dan zijn we of allemaal lelijk of allemaal knap. Ik kan nooit zeggen van die persoon heeft een lelijk gezicht en die heeft een knap gezicht. Natuurlijk, als je naar de filmsterren kijkt, ja, die moet ook varen hoeveel uur ze bezig zijn met zich op de tutten, dat valt ook niet mee. Maar ze zegt, maar zelfs een mens die een asymmetrisch gezicht heeft, dat hebben we allemaal, omdat het natuurlijk een samenstelling is van twee, van een man en een vrouw, die dus elkaar overlappen. Dus logisch dat het altijd asymmetrisch is. En dat is altijd een gevolg van twee mensen. Dan vraag je je af dat in het gezicht zit altijd iets aparts, in ieder gezicht. En je kan wel eens zien als iemand in haat uitbreekt, dan komt er iets demonisch naar boven. Dan zeg je, hé, hey, en dan kijk je hem aan, die over alles. En ik denk, hé man, is dat jouw hoogte? En je kan ook wel eens bij gezichten zien, die mensen, daar straalt iets uit, iets verhevens, iets heel moois. Dan zeg je, nou, dat is dan wel een hoge geest. Maar je kan natuurlijk wel, als je naar een concert luistert, een verhoogde gevoel hebben en een verhoogd gezicht hebben. En uiteindelijk, als je naar buiten komt, heel hoog op je tenen lopend en je wordt daar door een taxi doodgereden. Ja, daghoogte, daar zak je ook naar beneden. Met andere woorden, we hebben toch wel een opvangbereik van links en rechts. En het is altijd heel moeilijk om in die hoogste niveau te lopen, hoewel we het graag zouden willen. Maar het aardse leven haalt je altijd in. Met andere woorden, het is eigenlijk zo, het aardse leven, dat zorgt altijd dat je met neus op de feiten ligt. Je mag wel even hoog zijn, maar denk erom, je bent hier om te leren en hier om als het ware je negatiefste gevoelens omhoog te trekken. En dan schuift ook dat deze lijn op. Goed. Dit is wel grappig natuurlijk. Als je nou, stel nou voor, ik kom in de derde sfeer, hè, laat me zeggen dat ik zo hoger ben. Zeg tweede mensen. En stel nou voor dat ik daar dus een lichaam heb. Ik heb daar een lichaam, hè, en het lichaam is net zoals hier, nagelang mooier of minder mooi. Met andere woorden, je kan dus zeggen, iemand uit de zevende sfeer, dat is een schoonheid. Dat is iets fenomenaals in Engels, dat is heel mooi. En iemand uit de eerste sfeer, ja, je heeft een gezicht, dan zeg je, nou ja,
Nee, kijk, dat was eigenlijk de Darwin toch wel gelijk had. Maar goed. Hè? Dat wil dus zeggen dat de uiterlijke vorm, die gaat mee met de geestelijke hoogte. Er is niks te doen, daar kan niks doen, dat is helemaal zo. Alleen hier hebben we allemaal gelijk gezicht. Ondanks de afwijkingen, maar hier lopen we allemaal gelijk op. Dus hier kan niemand zien waar je vandaan komt. Alleen aan je daden natuurlijk. Als je rot doet altijd, dan zeggen ze nou. Hè? Of als je altijd lief en aardig bent, dan zeggen ze nou ja, zou je dat wel menen of zou je dat doen voor iets? Maar met andere woorden, ik kan natuurlijk alleen met mijn eigen geestelijke ogen in mijn eigen geestelijke sfeer kijken. En dat is sfeer 3. Ik kan vaag 2 en 1 zien, want naar beneden kan ik kijken, maar 4 en 5 zie ik niet. Dus ook zie ik de aarde niet als ik in die geest blijf. Ik zie die aarde niet. Die aarde is één grijze mist. Want ik heb geen oogzenuwen die deze materie kunnen opvangen. Dus stel me voor, als ik als geest op de aarde zou komen, die zie ik niet eens, daar loop ik dwars doorheen. Gek, hè? Nou, zeggen ze, dan zullen we een lichaam maken dat van dezelfde materie is als die aarde, die ook zintuigen bezit. En dan mag jij daarin kruipen en door je ogen heen van dat apparaat komen lichtstralen die teruggekaatst worden van de stof. En die komen in die hersenen op een hersenscherm, dus laten we zeggen een televisiescherm. En dan mag jij achter het televisiescherm op een stoel gaan zitten en kijken. Zo zitten wij hier. Dus wij zijn allemaal geesten uit diverse sferen die in onze hersens op ons gemakje zitten te kijken naar de beelden die door onze ogen binnenvallen. Grappig, hè? Ja. Want als je je ogen dicht doet, dan zie je niks. Dan komen die lichtstralen niet terug. En dan ben je gewoon afgesloten in de buitenwereld. Maar dat is ook met je gevoelszenuwen en ook met je gehoor. Met andere woorden, als wij die zintuigen niet hadden, nee, hadden we net zo goed in de sfeer kunnen blijven. Dus vergeet nooit, dat lichaam is een aardse gebeuren. Dat komt, dat wordt gemaakt. Dat wordt als ware celdeling. Maar het gaat straks weg, je gooit het weg. Maar de hoofdzaak is die geest die achter dat lijkje kijkt, die als het ware daarin zit. Nou heb ik gemerkt dat rechtstreeks een geest verbinden, die dus uit die ruimte komt en hier geboren wordt, met dat stoffelijk lichaam is niet mogelijk. Er is een transformator tussen. En ik heb het ook gezien, dat is nog een lichaam, en dat noemen we het biolichaam, of het etherisch dubbel, of hoe je het noemen wil, voor het gemak noemen we het dubbel. En dat is als het ware een transformator tussen geest en stof. Dan kan ik dus zeggen, stof is volkomen materie vanuit deze niveau bekeken. Dubbel is een tussenmaterie, zoals je het zenuwstel tussenmaterie zou kunnen noemen. De geest is een hoger niveau materie. De geest, die als het ware, is dat dubbel ook een lichaam. En die drie lichamen zitten in één lichaam door elkaar heen. Dat lijkt gek, maar als ik een zaal bouw van een ander materieveld als deze materie, dus laten we zeggen, ik verander het trillingsaantal een kwart, dat het dus hier dwars doorheen ligt. Als ik dat 7 keer doe, dan kan ik hier 7 zalen door elkaar heen bouwen, zonder dat ze van elkaar hinder krijgen. En dan kunnen dus nou 7 lezingen tegelijk gehouden worden. Wat een massa voor de bodemnoot, zeg, zodat ze dat kunnen doen. Maar in ieder geval bestaat dit. Dus ik kan alleen hier kijken, ik kan alleen kennis krijgen van deze materie, doordat ik een stoffelijk lichaam heb gekregen en niet als geest achter in mijn hersenen achter het, zoals een hersenscherm zit en kijk wat er naar binnen valt. Goed, zover zijn we gekomen. Ik moet opschieten zien, anders red ik het niet. Nu is dat lichaam ook voorzien, niet alleen van zintuigen, maar ook van hersenen om iets te redeneren. Met andere woorden, het denkvermogen. Deze materie is zo traag dat het niet gehoorzaamt direct aan onze wens. Als ik zeg van ik wil hier momenteel een lekker glaasje bier, misschien zijn jullie, oh nee, het heeft niks mee te maken, een glaasje limonade, laat ik dan zo zeggen staan. Maar het gebeurt niet. Ik vind het gek eigenlijk, want in de ruimte gebeurt het. Maar hier gebeurt het niet. Met andere woorden, deze materie is zo traag en zo sterk dat ze niet gehoorzaamt aan mijn denken. Ik moet dus de zaak gaan redeneren. Ik moet een handeling verrichten om zijn glaasje. Nee, laat maar staan, koffie gaan binnenhalen. Om een glaasje binnenhalen te halen. Ik moet het neerzetten. Nou, zoiets gaat daar niet zitten. Straks. En ik kan dus als het ware zeggen: ik zet het hier neer.
Nu blijkt dat alles wat ik in mijn leven beleef, alles wat ik dus als het ware via die zintuigen naar binnen krijg, dat wordt bewaard. Het is net of ik een grote ampexband heb van binnen, die het allemaal opneemt en die het allemaal in aparte vakjes bewaart. En als het ware dat als ik weer later eenzelfde situatie meemaak, kan ik een beroep doen op datgene wat er al reeds aanwezig is in dat geheugen, laten we zeggen een geheugencomputer, ook met de gevoelstoestel erbij. Dus ik op een gegeven moment ergens een etentje heb gehad wat bedorven was, een rijsttafeltje, en ik kom ergens en dan zeg je lust jij rijsttafel? En ik kom middelijk en ik zeg nee, dat hoeft niet, want ik mocht niet meer. Met andere woorden, je wordt geholpen door datgene wat in je geheugen ligt. Nou, kan er dus nooit meer uit je geheugen naar boven komen als dat je daarin gebracht hebt. Onthoud dat in deze vorm. Maar je zult laten zien dat het een veel grotere oppervlakte en dat het veel en veel meer als het ware te komt. Als je nu, en dat is nou vind ik het belangrijkste voor vanavond, als je nou zegt, we hebben een spectrum hier, hè, van rood tot violet. Er zijn natuurlijk wel meer kleuren, maar goed. Dat spectrum, dat wordt teruggekaatst van de materie. Dat kaatst in mijn ogen. De achterkant van mijn ogen gaan de staafjes mee trillen. Die geven een trilling aan een zenuwkabel. Dit gaat naar mijn hersenen. En op het scherm zijn deze weer verspreid, die zenuwkabels. En die vertonen het beeld precies als mijn televisietoestel. Precies hetzelfde. Moet je goed onthouden. Maar aan de andere kant. Als ik nu eens een band neem en die projecteer ik rechtstreeks op dat scherm in mijn hersenen, dan gaat het ook trillen. Het gaat door de zenuwkabel naar mijn ogen, dus niet zo, maar daarnaar. De staafjes aan de achterkant van mijn ogen gaan meetrillen en ik projecteer het beeld buiten mij. En dat is het hele verhaal van helderziendheid, van noem maar op, van dromen, alles, alles. Als ik s'nachts droom, ik heb een keer voor een televisie, heb ik een keer een experiment moeten doen met een horloge van Pim Jacobs, ik weet nog niet of het gezien heeft. En toen zag ik tot mijn verbijstering, toen ik dan zelf het programma zag, want het werd van tevoren opgenomen gelukkig, dat je kan het dan leuk zelf zien, en dan kan je zelf kritisch zijn van dat doe je fout of dat doe je zus, en zo zit je. En toen zag ik dat mijn ogen heel snel heen en weer gingen. En dat noemden ze REM, Rapid Eye Moving. En toen heb ik erover nagedacht, die dingen heb ik nooit gezien. Ja, zeg mevrouw, dat doe jij altijd. Als jij zit te kijken ergens van binnen, dan gaan die ogen heen en weer. En ook een arts heeft, of men weet, dat als je tijdens de slaap droomt en je doet de oogleden omhoog, zie je die ogen ook heen en weer gaan. Dat noemen ze de rapid eye moving. En ik denk, ja, echt logisch. Als ik van binnen rechtstreeks een beeld krijg op het hersenscherm, welke bron het ook uitzendt, en het is voor mij als het ware zo groot, dan moet ik, als ik dat wil lezen, moet ik met mijn geestelijke ogen heen en weer gaan om dat te lezen. Dus ik ga heen en weer. En dat natuurlijk, net met die klok, van binnen is maar zo'n stukje van boven die slinger. En van onder is het zo, dat als ik als het ware in mijn hersen met zo'n klein beeldje heen en weer moet kijken, dan gaat het door mijn oogzenuw naar buiten. En mijn ogen gaan veel, die maken een veel grotere slinger. Dan denk ik, ah, dan heb ik het ontdekt. Trouwens, dat wist ik al lang, maar ik geef een voorbeeld. Dat je kan dus zeggen van buiten naar binnen, en van binnen naar buiten, en dat is ontzettend belangrijk. Dus als je een wiel draait, ontstaat er elektriciteit. Geef je elektriciteit aan een wiel, gaat het de wiel draaien. En zo zit het mens in elkaar. Valt er licht van de buitenwereld in je ogen, dan krijg je het beeld op het hersenscherm te zien. Heb je je ogen dicht en komt er onmiddellijk een beeld op je hersenscherm, waar dan ook vandaan, dan gaat dat buiten je ogen en je projecteert dat in de buitenwereld. Als je natuurlijk op een gegeven moment in het donker staat, dan zou je de beelden beter zien als natuurlijk overdag, want dan is de buitenwereld te scherp. En dit is heel belangrijk en dan moet je heel goed onthouden, want daar heb je later heel veel wat aan. Goed, nu is het natuurlijk zo, als ik natuurlijk bepaalde dingen beleef en dat in mijn geheugen opslaat, dat je op een gegeven moment niets meer in het geheugen kan krijgen als dat je beleefd hebt. Maar de ellende is, tenminste ellende, gelukkig. We hebben hersens. We gaan denken. We gaan fantaseren. He? We horen een auto rijden en denken, oh god, ik zie me al onder liggen. Mensen moesten kijken, bloed overal en men moet er aan denken. Maar de lens is, die computer die weet niet dat dat niet gebeurd is in de buitenwereld. Die ziet het beeld.
Want dan bouw je zelf op. Dus die neemt het gewoon naar binnen. Die zegt, goed, het is gebeurd. Dus als je s'nachts een autotoeter hoort buiten, dan kan je computer dat bed erboven sturen, dat je onder je auto ligt allemaal bloed. En dan word je met een doodschrik word je wakker. En dan zeg je, ja mens, dat is dan nooit gebeurd. Nee, nou, dan moet je het ook niet opbouwen, moet je niet denken. Dat is heel belangrijk. Wij kunnen dus zelf door negatieve gedachten onze computer gaan programmeren met dingen die nooit gebeuren en die nooit gebeurd zijn. En daar moet je vooral voor oppassen dat je daarmee begint. Je kan het beter positief opbouwen. Ja, een jonge man die kan er wel prachtige meisjes en vrouwen voor zijn neus halen waar hij allerlei danspasjes mee doet, laat ik het zo zeggen. En daar kan je natuurlijk ook, ja, last wil ik niet zeggen, maar daar kan je ook dingen moeite mee krijgen natuurlijk s'nachts. Met andere woorden, eigenlijk zijn er bepaalde dingen die je dus zelf opbouwt. En zelf in je gedachten hebben. Als bijvoorbeeld een meisje heel bang is voor een man, dat zijn veel meisjes, hoewel niet zoveel als vroeger, en die komt van de basisschool s'avonds en die moet een donkere weg af, en dan ziet ze daar ergens een boos tromp, en dan denkt ze: god, dat is een vent. Die staat, ja, dat is een vent. En ze projecteert die man uit de gedachten die weg uit, de andere kant uit. En dan komt ze bij die boom, is helemaal geen vent, is een boom. He? Met andere woorden, je kan dus je eigen gedachten naar buiten projecteren in de omgeving, als die omgeving er eens op lijkt, waar je dus in staat bent om zelf buiten de, als het ware buiten de normale buitenwereld, je eigen programma en je eigen computer te programmeren met dingen die er niet zijn. Die zijn er soms wel eens dingen die zo ontzettend moeilijk zijn, dat je dat weigert. Die computer voor jou, die weigert, die zegt: hoor eens, je kan me nou wat fantaseren en prachtig vertellen, maar dat is helemaal niet gebeurd, ik accepteer het niet. Dan zeggen wij, dan bewaart die computer het in een voorhof. En als je dan s'nachts als het ware droomt, dan stuurt als het ware die computer, stuurt dat van die voorhof naar boven, en die zegt: hey, wat moet ik hiermee, het is niet gebeurd, wat. En dan krijg je ook vervelende dromen. Dames en heren, ik zie dat ik uitloop en ik had nog heel wat willen vertellen, maar we hebben gelukkig nog 4 avonden. Ik begin dus te vertellen met wat ik nu dus vanavond als het ware willen duidelijk maken. En dat noem ik de eenrichtingsverkeer, oftewel de eendimensionale ontvangst. We weten nu wie we zijn, waar we vandaan komen. We weten ook dat we niet een herinnering hebben tussenin waar we waren. We weten hoe we op die aarde komen. U bent dus geboren geworden daar waar u het beste de ontwikkeling meemaakt. Geef dus niets wat de schuld van waarom het zus en waarom zo. Dit moest u allemaal meemaken. U heeft zintuigen. Anders zag u helemaal niks van deze materie. Deze zintuigen die geven u dus herinneringen, geven u voorstellingen en allerlei facetten van de buitenwereld. U kunt daarnaast zelf wat aanpraten en zelf als het ware wat bijfantaseren. Op een gegeven moment krijg je een heel groot complex van herinneringen. Ik zal het hierbij laten. Wij hebben dat genoemd de eendimensionale psychometrie, eendimensionale eenrichtingsverkeer. We gaan dan de volgende keer kijken hoe dat met de tweedimensionale, dus de telepathie en de helderziendheid. Want vooral vergeet niet dat als je een hersenscherm hebt en er bestaat telepathie, dan heb je ook een zender die dat beeld, wat je dus op je hersenscherm ziet, uit kan zenden, waardoor een ander dit kan opvangen. En als een ander, als het ware, op zijn hersenscherm een beeld ziet wat een ander ergens anders ter plaatse ziet, dan gaat het ook de omgekeerde weg. Het gaat uit zijn ogen en hij projecteert het naar buiten. Waardoor je dus kan zeggen, dit is dus een soort telepathische helderziendheid. Maar daar zullen we het de volgende week over hebben. We houden nu even een tijdje pauze en dan kunnen we naar afloop. Na de pauze kunt u vragen stellen en liefst als het even kan, vragen binnen het verband van de avond. Want die volgende avonden die gaan steeds verder. Dames en heren, dank u voor uw aandacht.